Goedemorgen, welkom op deze prachtige dag. Het veld ben ik al eerder geweest, vorig jaar in de zomer. Het is een paar keer geploegd intussen. Kijken of we nog wat leuks kunnen vinden. Wish me luck. En een muntje. Ik kan er niks van maken. Een kale duit, denk ik. Rijwielbelasting 1934-1935. Raas een stukje af. En een halve pulmcent. Hij gaat echt lekker. Op naar de volgende. En een mooie leeuwencent erbij. Volgende vondst, mooie gesp. Ik heb daar niet zoveel verstand van, maar hoe oud die is, weet ik dus niet. Mooi pinnetje. Maar wat opvalt is, achterkant nog een pinnetje hier. Nog niet eerder gezien. Thuis even schoonmaken. Ziet er leuk uit. En een mooie Willemscent 1827. Ziet er nog redelijk goed uit. Op naar de volgende. En nog een mooie knoop erbij. Lijkt wel iets op te staan, maar moeten we echt nog een beetje oppoetsen. Oogje er nog aan. Super dag vandaag, yes! En we gaan vrolijk verder met een mooi kruisje. Ziet er ook wel oud uit. Gaat hartstikke lekker, boven verwachting. Op naar de volgende. En nog een Duits stad Utrecht. 1787. Nou, mooi signaaltje. Een cent, Wilhelmina. Gaan we weer. Weer zilver. Dikke vette munt. Helaas door het midden. Als je, zoals je kunt zien, een oude breuk. Dus kom gelukkig niet door mezelf. Weer een zilveren rijder. Toch iets anders? Ik heb geen idee. Kijk of de rest er nog ligt. Niet te geloven. Uit hetzelfde gaatje komt de tweede helft. Even puzzel. Nou, hij past gewoon perfect, jongens. Hopen dat we hem mooi schoon kunnen krijgen. En iemand kunnen vinden die hem kan repareren. Hier duidelijk te zien dat hij met klop is. Toffe vondst. Jammer dat hij door het midden is, maar ja, helaas. Wat een fantastische zoektocht is dit. Mijn tweede muntgewichtje. Ooit. Afbeelding denk ik nog wel scherp te krijgen. Moet hem thuis echt beter gaan schoonmaken. Super blij mee. Vind ik leuke dingetjes. Topdag. Yes, op naar de volgende. Weer een mooi signaaltje en het lijkt een muntje. Daar zit hij. Ja, ja. Oeh, die is nog leesbaar. Even oppoetsen. Een Duit over Rijssel. Ja, het is nog niet te lezen. Wapenschild mooi scherp op de andere kant. Op naar de volgende. En
weer een musketkogel. En de volgende vondst is gesp. En een leeuwenzent erbij. Ziet er nog redelijk goed uit. Denk de laatste van vandaag.